nou van de Broederenkerk ging dan een klok luiden. Een kwartier voor zonsondergang en dan wisten ze dat de poortdeuren dicht gingen, dus dan liepen ze allemaal gauw naar binnen. Anders moesten ze buiten blijven, hè. En in onze jeugd luidde dat klokje ook. Van 9:45 tot 10:00, dan was het teken dat we binnen moesten zijn. En tegenwoordig zegt die jeugd dan, en dat is een beetje tijd om de voet te weg, dan stroken ze weg door die grote gaten, waar de moordgaten. Deze brug is van 1632, gerenoveerd in 1890. Waar toen een paardenpen in de stad lopen en die was op de loop en de rails blijven allemaal over en die rails werden ook al voor gebruik. Kijken. Die bovenste brug leven, dat was de rust van het paardenpen. Betalen bij overtocht van de ijs van de werkel. Op de jaarmarkt en de auto. Precies onder de brug. Maar dan ook, hé, André zeggen, wat ligt die boot hier? Ja, we hebben nog niet binnen gezeten. Die rammen, dat klinkt een beetje hoog. Zuid-Amerika, groeit die altijd 15 meter hoog, een drastisch gebied. Een flesje boven. Een goede flesje in de boom. Nou, hier komen we weer een brug. De Filiana brug en overheen, daar heet de Prins Bernhard Laan. Natuurlijk, ja. Daar kun je ook geen clown laan overheen. Ik ben er gewoon de brug in dan. Ik doe naar dezelfde stand van dubbel zin. Nee. Dat was die zwembadjes aan. Oei. Tegenwoordig over discriminatie van witte en zwarte scholen. Hè. Nou, daar hadden we vroeger ook. Daar heb je dan een grote stadsmuur. Als je links langs de stadsmuur loopt, dat is ook een straat. En aan de binnenkant van die stadsmuur heb je ook allemaal van die inham in die muur. En arme mensen die bouwen daar huisjes tegenaan. Maar nou, die zijn allemaal half huis klaar vroeger. Deze straat heet het Rijkenhaag. Dat was een arme haar.
niet echt gezond meer. Klinkt niet echt gezond meer. Mooi hofje. Dit is hofje. Moet ik mijn hand eraan wegslaan? Ja, beneden, ja. Ik kocht in 1950. En het was een Lutherse hofje. U weet dat die Lutherse kerk en de doopzinnig altijd kleine gemeenschappen zijn. Hè? Maar ondanks dat het een kleine gemeenschap had, men toch zijn weduwes. Die werden ondersteund door de kerk. En die kerk vond het wel prettig die mensen bij elkaar te hebben. Dan konden ze zien dat die ondersteuning daar terecht kwam, waar het ook de bedoeling was. Dat min of meer de tijd helemaal verdomd. Die jonge mensen zeggen, niks verkopen, opknappen. Het was juist in die tijd een huur.